Hallo Studenten TV, welkom in Slotervaart. Het is hier net zo troosteloos als het lijkt. Kijk maar, je ziet het gebouw, grijs. Ja, hier woon ik dus. We gaan nu met de lift omhoog en het is hopen dat ze het doen. Want ik heb wel eens vastgezeten met een dikke meneer erin en nog twee andere studenten. En nou ja, toen had ik wel zoiets van, ik hoop dat hij snel weer gaat doen. Hier zijn dus vier gangen op de achtste verdieping en elk wonen ongeveer 20 studenten. Ik ga even aanbellen om te kijken of iemand thuis is. Maar ik heb ook gewoon een sleutel, dus ik kan ook gewoon de sleutel naar binnen. Buiten was het nat en keel en grijs. En nou ja, zoals je ziet, hier binnen is het eigenlijk best wel gemoedelijk en gezellig, lijkt me zo. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk elke ochtend een kwartiertje eerder opsta om een kopje koffie te kunnen zetten. Want ik heb een heel goed koffiezetapparaat waar ik heel lekker koffie mee kan zetten. Het is allemaal een beetje improviseren, maar ja, dat vind ik ook wel weer het leuke eraan, hè. Hoppakee, kijk eens een hartje. Nou, mega hipster, toch? Helemaal hipster. Dit is hem. Ik zit natuurlijk helemaal vol met bier, want ja, ik ben een student, hè, dat snap je wel. Dit is mijn slaapgedeelte, dat zal ik wel even laten zien. Hier staat mijn bed en het is nog best wel hoog, kijk. Ik denk een metertje of anderhalf, kan er natuurlijk niet staan, maar het is precies lekker eigenlijk om in te slapen. Nou, dit is de badkamer, hier staat mijn racefiets. Maar er is natuurlijk ook gewoon de douche en die zijn hier. Tadaa! Oh, het ziet er een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, crack uit op het moment. Met een... Nou, ik vond het gezellig. We hebben lekker thee gedronken. Ik kom ook graag een keer bij jullie thee drinken. En nu ga ik weer studeren. Tot kijk!